Als je een taal kent, dan ken je het volk, dan ken je de mensen, dan ken je het land. Als je de taal niet kent van het land, dan ben je half blind. Half blind ben jij. Ik ben geboren in Indonesië. Ik voel me steeds Indonesiër, maar ik ben wel een Nederlander geworden. In die zin staat burgerschap, dus ik heb een Nederlands paspoort. Maar ik draag wel nog heel veel Indonesische cultuur in me. Dus. Speelt religie daarbij ook een rol? Ja, heel veel. Ik heb zelf theologie gestudeerd. Islamitische theologie, dat is niet echt populair nu in Nederland, islam. Maar nog steeds, maar dat geeft me nog steeds inspiratie. Met alles wat ik doe, dat is gewoon geïnspireerd door religie. Dus heel positief. En dat is voor jou niet alleen een wetenschap, maar dat is onderdeel van je identiteit. Dat is een onderdeel, ja, van mijn identiteit, ja. Waar loop jij tegenaan in Nederland? Aan het begin heb ik het gevoel dat ik heel veel dingen tegenaan gelopen. Vooral de cultuur, de taal, de mensen. Kijk, ik ben geboren, is net dat Nederlanders zijn weggegaan uit Indonesië. Ik kende de Nederlandse cultuur helemaal niet. Dus nul wat dat betreft. Dus voor mij was het totaal vreemd land in Nederland. Dus gewoonte, cultuur van alles. De mensen zijn zo direct. Ik denk dat het veel mensen uit die landen, bijvoorbeeld uit Aziatische landen, dat mensen meer collectief zijn. Wanneer ze hier komen en dan zien ze dat ze mensen hier individueel en direct. Dat vond ik raar. Direct in hoe mensen worden elkaar aanspreken? Ja, direct wanneer ze niet meer eens zijn met je, maar dan zegt ze meteen, ik ben het met je niet eens. Dus bij ons is dat wat anders. Een beetje diplomatiek, tussen aanhalingstekens. Ja, of dat diplomatiek is, weet ik niet. Maar dat zeggen we niet direct. Directheid, soms kan ik niet tegen. Wanneer mensen zeggen, zomaar bot of zeggen, dat mag niet. Dan zeg je, oh, kun je toch een beetje beleefder zeggen. En je bent al vele jaren hier in Nederland, maar dat is je nog eigen, deze eigenschap? Nou, ik weet ook niet. Af en toe ben ik wel teruggevallen op mijn eigen cultuur, maar denk ik, maar dat weet ik niet. Maar als ik daar terug ben in mijn geboorteland, dan merk ze dat ik toch wel veranderd ben. Ik denk dat dit een typisch probleem is voor mensen die in diaspora, om dat woord te gebruiken, te wonen, hè? Dus mensen die in den vreemde vinden. Maar ook, ik heb ook heel veel anekdoten meegemaakt die te maken hebben met taal, ik wil taal leren. Ik heb gewerkt toen in Den Haag in een ziekenhuis als transporteur, patiëntentransporteur gewerkt. Voor mij was het een soort promotie, je hebt zo'n jas die wel een beetje lijkt op die van de dokter, maar wel korter. En we worden gebeld door zusters, door verpleegkundigen, om een bepaalde patiënt op te halen. Zoals bijvoorbeeld afdeling dat. En hij heet zo. Maar ze zegt zoiets van, meneer Van Leijen. Toen zei ik, meneer Van Leijen, oké. Ga ik naar de afdeling toe. Ik heb me rondgezocht naar Van Leijen. Maar niet gevonden. Toen heb ik de zuster gebeld. Ik zei, ik heb haar niet gevonden. Ik heb hem niet gevonden. Oh, ze zei, maar meneer Van Leijden wel? Ja, die is wel. Meneer Van Leijden. Dus ik ga genezen zeggen, wanneer ze naar Leiden gaan, dan zeggen ze, we gaan naar Leijen. En wat zijn de positieve kenmerken van je cultuur? Ja, het eten. Dat is ook al een beetje bekend. Dat is 10% van Nederlands. Cultuur is ook een beetje Indisch of Indonesisch. Vooral eten, al die namen allemaal, die zijn gebleven. Saté, nasi. Ja, dat is voor veel Nederlanders van nu hebben geen idee dat uit Indonesië afkomstig is. Ja, vriendelijkheid, geduld, collectiviteit. Ja. Je zorgt voor elkaar, je zoekt elkaar op. Dat is een soort automatisme, hè. Daar ben je mee opgevoed om dat te doen. En vind je dat anders in Nederland? Nou, heel anders vooral toen, ja. Ik vond het erg individualistisch, ja.
toen al, nu ook vind ik het nog meer individualistisch. Dus, ja, het is sterker geworden. Ik heb het idee van wel, ja. Ik heb het idee van wel. Ja. Ja, je hebt ook typisch Nederlands de solidariteit. Hè. Dat zijn positieve dingen. Hè. Dus ik vind, althans toen ik hier kwam, ik vond wel Nederland echt een open land. Mensen, Nederlanders zijn echt open en solidair. Ze steunen begrip voor andere culturen. Dat is wel anders dan nu, hè, vind ik. Een beetje, dus wel een beetje verhard wat dat betreft. Dus dat zijn heel veel positieve dingen, hè, van Nederland. Ja. Wie is voor jou een rolmodel? Ik ben religieus. Wat mij betreft religieuze figuren, Jezus, Mohammed, zijn een rolmodel. Maar dat is te ver weg, hè. Maar ik bewonder een oud Nederlands ambassadeur in Jakarta, Koos van Dam. Ik bewonder die man dat hij zoveel talen spreekt. Hij heeft dus in 1 jaar ook Indonesisch geleerd. Arabisch spreekt hij al heel goed, dat is gewoon zijn vak. Dus ik vind hem veelzijdig. Dus dat is wel een rolmodel voor mij wel. Ik bewonder hem gewoon. Oh ja, ik wil ook hem citeren. Hij zei in zijn laatste artikel, interview, hij zei, als je de taal niet kent van het land, dan ben je half blind. Dan dacht ik, ja, dat is goed. Half blind ben jij. Het is heel belangrijk om vreemde taal te leren, vooral de taal waar je woont. Ja. Hoe kunnen we beter met elkaar leven? Ja, minder provoceren doen, niet uitgaan van conflict, hè. Een beetje harmonie. Dat is wel typisch mijn cultuur, Aziatische cultuur. Probeer om in harmonie te leven en dingen te bereiken. Niet een bepaalde groep uitsluiten, gewoon bij elkaar, de boel bij elkaar houden. Dat is wat burgemeester Cohen toen heeft gezegd. Ik zeg niet dat het helemaal verhard of verslechterd is, maar wat nu volgens mij, ja, je mag wel weer terug, een beetje terug naar die tijd, een beetje solidair zijn, een beetje vriendelijk zijn tegenover elkaar. Dus we hebben al die tijd al gehad en we hebben bijna elkaar uitgescholden, je bent dit, je bent dat, of nu is andere tijd aangekomen, lijkt me. Ook voor Almere. Ja.